De Oostrand in Dronten. Daar gebeurt veel. Ruim 20 bedrijven en ondernemers hebben de handen ineengeslagen om het aantrekkelijker te maken voor recreatie. Agrarisch toerisme noemen ze het zelf. En hun plan heet Geef je de ruimte. Ja, sinds een paar dagen is er een nieuwe fietsroute geopend voor de liefhebbers. En sinds kort is er een verkooppunt voor boerderijproducten. Dat is een initiatief van Kim Kulenaren. Zij is dus een van de aangesloten ondernemers van de Oostrand Dronten. Kim, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, leuk idee eigenlijk, hè? Verkooppunt voor boerderijproducten. Krijg je daar veel enthousiaste reacties op? Ja, heel veel. Ja, dat is heel leuk, ja. Wat verkoop je? Wij hebben zelf een akkerbouwbedrijf. Dus we verkopen sowieso aardappels, uien en wortels. Ja, en dan nu ook aardbeien, asperges. Sinds vandaag ook pioenrozen, ja, eieren, kaas, honing. Ja, noem het allemaal maar op. Wat leuk. En agrarisch toerisme, hè, noemen jullie dat. Daarvoor hebben jullie de handen ineengeslagen. Jij hebt dus dit verkooppunt, hè, van boerderijproducten. Maar wat is er nog meer qua agrarisch toerisme te beleven op dit moment? Ja, echt ontzettend veel. Boerderijwinkels, campings, horeca, een pluktuin. Ja, echt ontzettend veel eigenlijk. En restaurants ook, heb ik begrepen? Ja, restaurants ook inderdaad, ja. Maar er is dus ook een fietsroute geopend. Is dan ook eigenlijk de bedoeling dat je op de fiets bij jullie langskomt en dan met een zak aardappelen onder de snelbinders verder gaat? Dat kan. We hebben eigenlijk die fietsroute. Daar doen 21 ondernemers aan mee. Bij ons kan je dus ook je elektrische fiets opladen. Bij ons hebben we ook een terras waar je dus ijs en drinken kan nuttigen. En je kan natuurlijk ook aardappels kopen of aardbeien of wat dan ook, ja. En waarom dit hele initiatief? Want je hebt natuurlijk al een eigen bedrijf, een eigen agrarisch bedrijf. Is dit soort hobby erbij of is het echt nodig qua broodwinning? Het is voor nu nog erbij. Maar ja, Dronten is zo mooi eigenlijk. Dus het initiatief is eigenlijk gewoon om de mensen ook te laten zien hoe mooi Dronten is en wat er allemaal te doen is. Want er is zoveel te doen. Alleen, we krijgen van heel veel toeristen te horen dat ze ons eigenlijk helemaal niet wisten te zitten of dat soort dingen. En dat is eigenlijk heel zonde. Want er zitten natuurlijk heel veel toeristen, recreanten, zeg maar langs het Veluwemeer. Hè? Daar is natuurlijk nodig te doen met campings en recreatiebedrijven. Maar die komen dus eigenlijk niet op het platteland van de gemeente de Dronten terecht. Nou ja, eigenlijk niet. Dus ja, daar proberen wij nu dus wel verandering in te brengen. En je kan nu merken dat nu wij daar ook echt reclame voor maken, dat er steeds meer mensen zijn die het wel zien en die het ontdekken. Ja, en die vinden het eigenlijk allemaal superleuk. En hoe doen jullie dat met die reclame maken? Ga je dan ook zeg maar naar de camping bij het Veluwemeer toe? Nou, we doen het eigenlijk ook vooral op social media. Dus Facebook, Instagram. Dat zijn voor mij wel degene die echt wel eruit springen. Ja, Dronten geeft je de ruimte dan. Samen met de gemeente Dronten hebben we nu een heel platform. Daarop kunnen mensen ons vinden. En inderdaad hebben wij ook wel onze flyers daar liggen bij andere winkels. Eigenlijk proberen we elkaar ook echt te promoten. Ja, en er is dus al heel veel bewerkstelligd. Hè? Er is al heel veel te zien en te doen. Maar als je dan naar heel groot gaan denken met z'n allen, hoe ziet de toekomst er dan uit? Ja, ik denk wel heel goed. Ik weet wel zeker dat we echt nog veel meer mooie dingen gaan neerzetten. Ja, maar hebben jullie een droom met z'n allen? Zijn er al plannen over in de appgroep? We staan wel binnenkort 26 mei bij Bourgondies. Dan hebben we ook een stand met z'n allen. Dat is ook voor het eerst dit jaar. Dat is eigenlijk een soort van evenement op een boerderij. En daar staan dan al deze ondernemers ook weer met hun leuke dingen. Dus ja, bijvoorbeeld dat. En dat zal nog veel meer komen. In de coronatijd zijn er ook drive-thrus geweest. Dat je echt met je auto langs een boerderij en dan kan je lekker verse frietjes halen en andere dingen. Ja, merk je het al een klein beetje dat jullie goed op de trom aan het slaan zijn, dat er wat meer mensen komen? Ja, ik kan het nu wel merken. Ja, en ik doe het net een jaar. Dus ja, ik kom eigenlijk net kijken. Maar ik kan echt wel merken dat het steeds drukker wordt. En dat mensen het ook echt leuk vinden. Ja, het zal op dit moment even wat minder zijn, hè? Want ik kijk nu naar buiten. Het is nu natuurlijk even slecht weer.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, even een bosje pioenrozen halen vanuit de auto. Dat, oh, dat ook kan kunnen. Best, hè? Ja. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Want de promotie is dus vooral op social media, zei je. Ja, ze kunnen sowieso naar de website Dronten geeft je de ruimte. Daar staat sowieso alles op. Ook de fietsroute, de flyer die je kan downloaden. En dan kan je ook echt kiezen welke route je dan wil doen. En daar kan je sowieso heel veel op vinden. Ja, en voor de rest op de social media's van de andere bedrijven. Dus bij ons is dat boerderijproducten.nl. En ja, we promoten elkaar ook. Dus dan zal je daarop ook verschillende dingen voorbij zien komen. Nou, Jeroen, je houdt van fietsen, hè? Ja, maar niet in de regen. Kan ik geen bosje pioenrozen bij bestellen bij deze? Als het droog is, gaan we dat doen. Hou maar een bosje achter, Kim. Hey, ontzettend bedankt, Kim Kudenaren van boerderijproducten.nl. Ja, bedankt. Dag.